ben Monica en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Je denkt misschien al, wat heb je hier nou? Nou kijk, dit is iets wat ik nodig heb voor deze video. Ik ga namelijk een jurk maken. En het is niet zomaar een jurk. Ik ben over 2 weken precies jarig. 21 april, het is nu 7 april dat ik dat film. En ik wil een verjaardagsjurk maken. En je kan natuurlijk ook denken, hey Monica, waarom ga je niet gewoon lekker een jurkje kopen? Gewoon iets leuks van Zara of van Naked. Dit is dus een onderdeel van de ik ga een jaar geen kleding kopen, maar zelf maken video. Ja, dat wil ik nog even zeggen. Ik heb er heel erg veel zin in, maar ik ben ook al een beetje zenuwachtig tegelijkertijd. Omdat ik zou maar zeggen, hiervoor nu voor het maken van deze jurk net 3 dagen heb. Terwijl ik ook nog schoolopdrachten heb. En ja, dat is niet de beste combinatie. Maar oh. Zijn dit dezelfde kleur? Oh, dit is dezelfde kleur. Oogkleur met de... Wauw. Vanochtend heb ik eventjes onderzoek gedaan naar allemaal jurken op Pinterest en op YouTube. En die tutorials heb ik best wel veel gekeken. Het duurde echt gewoon best lang. Ik heb nu een idee van wat ik wil. Dat is echt mooi. En ik heb toen een soort van allemaal stukken van andere jurken bij elkaar van gecombineerd. Dit zijn dan de afmetingen die ik heb bedacht en gebaseerd op andere jurken. De afmetingen die deze vrouw gebruikt zijn allemaal in inch. Dus ik ben nu alles aan het omzetten in centimeter. Dan zijn we nu aangekomen bij wat ga ik gebruiken voor het maken van deze jurk. Ik heb hier, wat ik net al heb laten zien, deze stof. En dat is eigenlijk een dekbedovertrek. Wel een schattig pastelkleurtje. En dan heb ik hier in mijn kast al echt weken, maanden lang hangen. 2 hangers met vitrage stof. Het komt van beneden, dus ik ga het eigenlijk gewoon hergebruiken. We hebben dit niet meer nodig. Wat ik natuurlijk ook gebruik is een schaar, een naaimachine, speldjes en allemaal van dat soort dingen. Wat ik nu ga doen is basically het patroon uitknippen op de stof. Ik weet het ook nog niet helemaal goed. Hier zit een super mooi, ja hoe noem je dit? Opgeborduurd. Dat wil ik dus in ieder geval hiervoor. Ja. Ga ik op deze stof hetzelfde figuur maken en dan ga ik dat eventjes... Maar we gaan nu een testronde doen. Volgende dag, ik ga eventjes iets helemaal veranderen. Ik heb dus het teststofje gemaakt. En niet met deze stof. Want ik leg dit neer en ik dacht gelijk wel, oké, dit is niet de stof voor dit project. Dit wordt hem gewoon eventjes niet. Wat ik wel ga gebruiken voor deze jurk is deze stof. Ja, het is ook een dekbedovertrek of een hoed. Ik ben altijd in de warmte wat het nou is. Maar ik heb dus het teststofje gemaakt. Ik ben heel blij met hoe dit eruit ziet. Oké, dit is dus de gordijnkant. En hier zit het blauwe. Ziet het er zo doorheen? Het is echt super mooi. De grootste liniaal die ik heb is 22 centimeter. En dat is echt te klein voor dit project. En nu heb ik hier de afmetingen opgezet. Dit stuk wil ik echt precies in het midden hebben. Dus ik leg het zo in het midden hier. En ik denk ongeveer op deze hoogte zo. Deze ernaast, zodat het overloopt. Nu ik dit zo op de verkeerde kant van het gordijn heb gepind, ga ik dit uitknippen met de stofschaar. Nu alle lapjes van het bovenstuk zijn uitgeknipt, ga ik deze 2 lapjes aan elkaar vaststitchen. Nu gaat deze stof niet meer verder rafelen en dan ga ik de top in elkaar zetten. Dat het zo in een boogje doorloopt. Het is wel een soort van ja, dat het hier iets ronder zit. Als het goed is, moet het gewoon lukken. Zoals je ziet heb je hier deze witte lijn nu. En eigenlijk ga ik nu aan de linkerkant van die lijn aan elkaar maken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, de voorkant. Het is hier oneven, maar dat gaan we later nog even zo doen. En dan ga ik nu de 2 panels van oude naald. Die ga ik aan elkaar vastmaken. Ik heb ze net gepind. Als ik dat gedaan heb, ga ik natuurlijk de voorkant
aan de achterkant naaien. En zorg ik ervoor dat de onderkant recht loopt. En nu dit aan elkaar zit, ga ik eerst een topstitch doen eroverheen, zodat het netjes strak plat ligt. Oeh, stofjes. Ik ga passen. Ik ga even lekker buiten een pauze houden. En daarna kom ik weer terug. En dan heb ik eerst uitwaskunde. En daarna ga ik weer verder. De zon komt eraan. Een lekker cakeje. Oh my god. Oh. Zon. Ah, oh, admire de zon. Ja. Ik ben echt super stoppig. Oké, dat gaan we anders doen. Ik heb hem uitgekregen. Op wat voor manier? Ik heb het maar niet gefilmd. Het komt erop neer dat ik hem gewoon niet normaal aan uitkrijg. Omdat het geen stretchy stof is. Wat natuurlijk super logisch is. Maar ik wil wel tegelijkertijd dat het mooi past. Super mooi. Maar daar ga ik vanaf. Je hebt gewoon geen idee hoeveel pijn dit doet. By far het moeilijkste dat ik ooit heb gedaan. Dit is gewoon de improvisatieshow met naaien. En nu dit genaaid is, vouw ik dit echt gewoon een stuk dubbel. En dan ga ik niet hier, maar hier naaien. Ik ga een soort van loepjes waar de draad doorheen kan. Ik heb hier een strook geknipt en dat ga ik eigenlijk nu gewoon een soort van zo een kwart dubbel vouwen. En dan de andere kwart ook dubbel vouwen. En dan ga ik het dat dubbel vouwen, zodat het een strookje wordt. Ik heb er 6 uit kunnen knippen. Ik heb gewoon deze veten die ik een keer had gekleurd met een blauwe kleurstof. Die ga ik hier gewoon voor gebruiken, want het is lang niet afgemaakt. Maar het, oh my god, het is super mooi. Eigenlijk is het dus de bedoeling dat ik hier nu een interfacing of zoiets in doe. Zodat het er aan de binnenkant netjes uitziet. Maar als ik hem aan kan, ben ik eerlijk gezegd wel tevreden. Ik heb nu alweer zin in het volgende project. Maar dit was wel even een hoofdpijnpuntje. Maar als ik er nu zo naar kijk, denk ik van oh my god. Even muziekje opdoen. Dit is dus een gordijn. Ik ga gewoon dit hele ding ervan afknippen. Oké, dit stukje is eruit geknipt. Een bucket hat. Oh ja, dit is echt de perfecte bucket hat. The next day. Zoals je ziet is het achter mij echt een enorme troep. Maar ik ga het ook gewoon nu nog met opruimen. Want anders kan ik dat later weer doen. Ik ben ook gewoon naar beneden gelopen met van die stofjes aan mijn sokken. Ik ben op zich niet de dunste persoon. Maar ik denk dat dit een beetje te groot is. Ik ga eerst het blauwe rok maar even maken. En daarna zien we de rest wel. Ik heb nu een strook met de lengte van, zullen we zeggen, de omtrek van mijn waist. Middel. Goedemorgen. Eigenlijk is het nu al 4 uur en dus geen ochtend meer. Ik ga beginnen aan de rok. Ik heb de witte cirkel op het blauwe doek gelegd en dan heb ik dat uitgeknipt. Ik heb trouwens een pleister op mijn duim, omdat ik mijn duim nog wel dubbel klapte. Dit pijn, maar het gaat goed. Dus daarna heb ik het zo omgepind, zodat het wat steviger is als ik het ga naaien. Ik heb hier de hele rok liggen en dan ga ik zo het helemaal rond. En dan als ik het binnenste buiten hou. Nou, nu zijn we zover. Ik heb de band er inmiddels aangenaaid. Dit is geen stretchy stof. Dus ik kom er ook niet in. Dit knip ik open. En dan heb ik van, wacht waar is die? Van deze broek waar ik van een andere tutorial, een jaar geleden, volgens mij was dat deze. Of niet?
Oh shit. Huh? Deze broek is niet helemaal meer in stijl. Knip deze rits eruit. En dan ga ik die op de achterkant van mijn rok doen. De linkerkant vast hier aan. En dan ga ik het zo naaien. Als het goed is, als ik dan over dubbelklap. Nee, ik ga... Oké, ik ga gewoon maar wat doen. Ja, ik kan het er wel uithalen. Dus ik ga gewoon iets proberen. Wow, yo. Nou, zeg maar. Oh, hier. Er zit daar een duif. Echt super schattig. In de tuin hebben we een duivennestje. Het nestje is er, maar de babyduiven nog niet. Maar wel het nestje. Oeh, wauw. Het is wel gelukt. Oké. Okay. Auw, naald. Oké. Ik heb trouwens nieuws. Ik stop met deze video, want ik pas nog steeds niet in. Nee, deze rit. Kijk, ik had kunnen verwachten dat ik er niet in zou passen nu. Want dit is maar één zo'n klein stukje waar... Zo werkt het niet. Dus ik haal deze rits eruit. Maar vanzelf is het desperate van wat... Ik heb geen lange rits. Ik ga ook niet een broek kapot maken of zo om daar even een rits uit te halen voor een leuk rokje. Een BH-sluiting. Ja. Eerst deze rits eruit halen. Aan de ene kant doet het wel pijn om iets kapot te maken waar je een soort van een uur aan hebt gewerkt. Maar aan de andere kant is het zo van... Weet je, dit is echt gewoon een leerproces. Ik kan een hele lijst maken met dingen die ik niet meer ga doen. Eigenlijk moet ik dat gewoon even hierin zetten. Gewoon dingen die ik de volgende keer anders ga doen. Oké. Wel wat imperfecties. Ik bedoel, de achterkant een beetje wonky. Maar het is ook wel weer schattig tegelijkertijd. Ik wist wel dat ik een jurk zou gaan maken. Maar dat het er nu ook echt is. Het is eigenlijk niet echt een jurk. Want dit bovenstuk is los van de rok. Alleen het zit er zo overheen. Ik zou zelfs dus het topje los kunnen dragen. Wat best wel cute is. Ik heb het nu helemaal niet koud. Dus ik hoop dat het weer zo blijft. Of warmer wordt op mijn verjaardag. Dat zou natuurlijk ook leuk zijn. Ik hoop dat je deze video leuk vond. En laat in de comments weten als je nog een idee hebt van wat ik kan maken. Ik bedoel, ik heb zelf al een hele lijst. Maar als je nog wat leuks weet, laat het zeker weten. Dan was dit de video. Like, abonneer. Check mijn Insta en Pinterest. En dan zie ik je de volgende keer. Ik kan niet stoppen met draaien. Ik ben er verslaafd aan.